Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie een shopblog. En ik heb twee hele leuke pakketjes gekregen van Naked en van Chiquelle. En deze pakketjes ga ik in deze video voor jullie unboxen. Ik ga het aantrekken, ik ga laten zien hoe ik het zou stylen. Dus als je daar heel veel zin in hebt, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal en dan heel veel kijkplezier. Ik krijg elke maand een pakketje van Naked en een pakketje van Chiquelle. En ik laat dit meestal in mijn weekvlog zien. Alleen ik heb al best wel een tijdje geen weekvlog gemaakt. Dus ik dacht, ik ga er gewoon weer een aparte video van maken. Omdat de vorige keer dat ook heel erg goed was ontvangen. Dus ik hoop dat jullie dat wel heel erg leuk vinden. Ik zal beginnen met het pakketje van Naked. Ik mocht daar namelijk 4 items ontvangen. En ik heb voor jullie ook altijd een kortingscode. Op Instagram laat ik ook altijd zien hoe het staat. Dus daar kan je ook altijd eventjes kijken. Maar ik ga nu dus gewoon even over de items vertellen. En ze laten zien aan jullie. Het is wel echt al een hele tijd geleden. Omdat ik dat heb gewacht op het andere pakketje. Als eerste zie ik hier een beige item. Het is namelijk een beige shirtje met een V-hals. Ik vind dat deze er wel heel erg anders uitziet dan op de site. En ik denk ook niet dat ik dit ga passen. Die V-hals is namelijk echt heel erg groot. Dus ik denk niet dat het hem gaat worden. Op de site zag het topje er echt heel erg leuk uit. Maar dit is niet echt wat ik ervan had verwacht. Dus dat vind ik heel erg jammer. Ik denk dat hij namelijk ook heel erg groot is. Ik heb hem wel in een maatje S. En ja, ik ben benieuwd. Ik moet het eerst aantrekken om te kunnen beoordelen. Maar hij ziet er gewoon heel erg groot hier uit. Dus ik denk niet dat dat gaat passen. Oké, dit is het beige topje. Het valt dus eigenlijk best wel mee. Ik heb hem nu aan de andere kant wel vastgezet met een speldje. Maar hij is eigenlijk wel gewoon te groot. Ik zou hier wel een hemdje onder kunnen doen. Misschien zit hij dan wat beter. Maar hij is gewoon een beetje gekkig. Het is gewoon best wel groot dit. Maar ja, misschien heb ik hem gewoon zelf een maat te groot besteld. Dat zou natuurlijk kunnen. Alleen ik vind hem er gewoon heel anders uitzien. Ik vind het wel een hele mooie kleur. En misschien zou ik het wel gewoon dragen als dit wat strakker zit. En ja, voor de rest zit hij prima. Ja, ik heb het zelf gewoon gecombineerd met een leren broek. Omdat ik dat het mooiste vind. Maar je zou dit natuurlijk ook gewoon met een andere kleur broek kunnen doen. Of gewoon een zwarte broek. Dan heb ik weer eens een broek besteld. En ik weet niet of die gaat passen. Maar ik vond hem heel erg leuk uitzien. Wat ik namelijk heb besteld is een grijze pantalonbroek. Het is wel echt een hele donkere kleur grijs. Dus daar moet je wel echt van houden. Ik weet niet of dit gaat passen. Oh, het is zo lastig, maar ik vond hem heel erg leuk. En het is dus gewoon echt zo'n straight leg pants. En ik dacht, dit is wel echt heel erg mooi voor met stage. Of met een leuk topje of met je blazer eroverheen. En hij heeft dus ook nog gaatjes voor je riem. Ja, ik hoop dat dit past. Ik durf het niet te zeggen. Hij heeft niet echt stretch. Laten we het daarop houden. Maar ik vind het wel een hele mooie kleur. En ja, ik wilde gewoon echt even een beetje een nette broek. Ik heb de broek aan en hij zit echt fantastisch. Ik ben zo blij. Ik heb hem nu even gecombineerd met een blouse. Zou ik het zelf niet waarschijnlijk doen. Maar dan kan je het wel heel erg goed zien. Hij zit echt perfect. Heel erg lekker en hij is dus ook niet te lang. Ja, ik hoop dat je het een klein beetje goed kan zien. Maar hij zit gewoon echt perfect. Heel erg netjes en hij komt precies tot aan de grond. Dus dat is ook heel erg fijn. En dit is gewoon een hele fijne nieuwe nette broek. Dan hebben we het volgende item. Is ook een beige item. Volgens mij was dit een beige kooltrui. En ik had dit dus eigenlijk nog helemaal niet. Deze is gewoon prima. Heel erg basic. En het is... neigt wel weer naar bruin beige en niet naar wit beige. Dus daar moet je rekening mee houden. Maar dat vind ik persoonlijk zelf mooier. Hij heeft dus wel een vrij lange kool. Die je wel zo kan omvouwen. Ik heb deze in een maatje S. En hij heeft voor de rest gewoon een... zo'n geripte stof. En ik denk dat dit gewoon een best wel basic item is. Maar wel iets wat heel erg handig is voor in je kast. Dit is de beige kooltrui. Ik vind hem heel erg mooi. Ik vind de kleur heel erg mooi. Hij zit lekker. Die kool had van mij wel iets kleiner gemogen. Ik heb hem nu gewoon dubbel. En ik vind gewoon dit patroon altijd heel erg mooi. Dit geripte. Ja, ik vind dit echt een top trui. Dan had ik nog een broek besteld. En bij deze weet ik wel dat die past. Want ik heb deze zelf in een maat kleiner. En die past net niet. En het is best wel een saai item. Eigenlijk zijn ze allemaal best wel een beetje saai. Maar wel heel erg leuk. Het is namelijk gewoon een zwarte skinny jeans. En dit is de high-waisted skinny. En ik vind deze echt top. Ik had hem dus een maat kleiner. En toen zat hij echt net iets te strak. Alleen wel heel erg fijn. En het is eigenlijk gewoon een hele erge basic zwarte broek.
Hier is niks geks aan. De knopen zijn zilver, wat ik persoonlijk het mooist vind. Ik heb de zwarte broek aan. De zwarte broek zit echt ook perfect. Hij sluit goed aan, maar ik wist het eigenlijk al. En ik heb hem nu gecombineerd met een witte blouse en een spencer. Ik zal even op bed staan dat je het nog wat beter kan zien. Dit is de zwarte broek. Het lijkt zelfs eigenlijk gewoon een legging. Maar hij sluit gewoon perfect aan. Heeft heel veel stretch. En aan de onderkant zit hij ook precies goed. Ja, ik ben heel erg benieuwd of alles gaat. Ik zal in ieder geval alles in de beschrijving zetten. En ook de kortingscode. Dus dan kunnen jullie zelf ook een kijkje nemen. Dan gaan we verder met Chiquelle. Voor Chiquelle heb ik ook weer een kortingscode. Oh, deze keer echt heel erg veel. Met de code Janette25 krijg je 25% korting. Dus dat is wel echt tof. En ik vind de kwaliteit van Chiquelle nog beter dan van Naked. En ik kan het wel echt vergelijken met Zara. In ieder geval zie ik als eerste een beetje een beige topje. Ik vind het topje heel erg leuk, maar ik vind de kleur echt niet mooi. Ze noemen het creamy white. Het is echt geen beige, geen wit. Het is echt een beetje een gele kleur. Dus ik weet niet of dit heel erg leuk gaat staan. Dit is het topje. Ik zou hem persoonlijk niet helemaal dicht dragen. Misschien zou ik zelfs nog een knoopje extra open doen. Je kan hem ook eventueel helemaal open dragen met een topje eronder. Ja, het is gewoon een prima topje. Hij zit lekker. Alleen ik vind de kleur gewoon echt een beetje gek. Het is inderdaad dat creamy white. En ik denk niet echt dat dat helemaal mijn kleur is. Ik hou er gewoon van als het beige is of wit. En niet echt daartussen. Maar ik heb dat gewoon niet zo heel goed gezien. Ik vind het een heel leuk model. Ik had wel liever gewild dat de onderkant strak was. Want nu hangt het zomaar een beetje. Maar er is niet iets mis mee of zo. De stof is prima en hij schijnt niet door. Aangezien ik hier een zwarte BH onder heb. Dus dat is ook wel fijn om te weten. Het is wel gewoon een dikke stof. Hier heb je wit en hier heb je het andere item. Ik hoop dat het goed overkomt. Maar het ziet er gewoon een beetje alsof je het verkeerd hebt gewassen. Zo ziet het eruit. De kwaliteit voelt overigens wel heel erg goed. Dan zit er volgens mij een broek in. Een hele dikke broek is het. Het is in een soort gebreide stof. Ja, het is gewoon helemaal gebreid. Het is een witte kleur. En hij heeft dus van die flared pijpen. Heel erg mooi. En hier gewoon een touwtje om het strakker te trekken. Ik denk dat dit heel erg doorschijnt. Maar het is vooral heel erg leuk voor thuis. En ik denk dat het heel erg lekker zit. Zo'n soort joggingpak. Ik denk dat hij ook heel erg leuk onder deze trui is. Ik heb de broek aan. Hij zit heel erg fijn. Hij sluit goed aan. Ik zou het niet... Nou, het kan wel eigenlijk zo op deze manier. Ik heb er wel grijs ondergoed onder, dus misschien zie je dat wel een beetje zitten. Voor de rest is het gewoon een heel fijn model en is die lekker dik, zit die lekker. Dus zeker weer iets om aan toe te voegen. En ik denk dat die in andere kleuren ook heel erg leuk is, omdat wit natuurlijk wel altijd een beetje doorschijnt. Maar het is gewoon eigenlijk gewoon een hele gebreide broek. Heel gek. Nog nooit gehad, maar het zit wel heel erg lekker. Dan hebben we een grijs topje. Deze vind ik heel erg leuk. Het is namelijk gewoon een grijs topje met lange mouwen. En dan heeft hij van die schattige knoopjes. Het is eigenlijk een soort cardigan vestje, als het goed is. En aan de onderkant heeft hij dus een beetje dat geript patroon. Wat hij ook een beetje in de mouwtjes heeft. Heel erg schattig afgewerkt. Ik heb deze in een size... Ik heb deze in een M. Ik weet niet waarom. Ik denk dat er misschien geen S meer was. En ik hem wel heel erg leuk vond. Maar dit is het topje. Heel erg schattig. En ik denk dat dit wel een nieuw favorietje wordt. Dit kan je echt met letterlijk alles combineren. Dit is het grijze topje. Het is gewoon een heel schattig, lief topje eigenlijk, vind ik het. Ik heb hem nu gewoon gecombineerd met een zwarte spijkerbroek. Dat vind ik persoonlijk het mooiste. Ik heb deze in een maatje M. En eigenlijk is dat helemaal niet erg dat hij in een maatje M is. De mouwen zijn gewoon lekker lang. Het is een fijne stof. En hij schijnt ook niet door. Dus dat is ook helemaal prima. Je zou hem ook eventueel nog open kunnen dragen met een topje eronder. Ik denk dat dat er ook wel heel erg leuk uitziet. Maar ja, gewoon een fijn basic grijs topje. Dan alweer het laatste item. Namelijk gewoon weer een wit shirtje. Nou, hij is net iets meer geel dan wit. En ik had dit shirtje ook al in het groen. Die vond ik heel erg leuk. En ik dacht, waarom neem ik hem niet ook in het wit? Deze heb ik ook weer in een small gedaan. En ik vind dit gewoon een heel erg leuk topje. Hij heeft dus een beetje dat getrapeerde effect hier zo in het midden. Dus dat is heel erg mooi. En ja, verder, ik hoop niet dat hij doorschijnt. Omdat het natuurlijk wit is.
Maar de stof ziet er prima uit. En dat groene topje draag ik ook heel vaak. Dus ik denk dat ik deze ook heel erg vaak ga dragen. Dit is het witte topje. Ik vind dit heel erg mooi. Mijn BH schijnt wel een beetje door. Ik heb er nu een witte BH onder. Dus ik moet daar nog eventjes naar kijken hoe ik dat ga doen. Het is niet heel storend. Zeker niet als zo je haar zit. Maar het is wel iets om rekening mee te houden. Voor de rest, het topje sluit gewoon goed aan. En ik vind het wel een heel erg leuk model. Het heeft toch echt iets extra's. Als je het bijvoorbeeld gewoon boven een basic broek doet. Dan vind ik dat toch wel even iets extra's hebben. Het lijkt wel alsof hier een soort foutje zit. Maar misschien lijkt dat alleen maar zo. Nou, dit waren alle items van Chiquelle & Naked. Ik hoop dat jullie de shoplog leuk vonden. Laat zeker achter als je vragen hebt of jullie lievelingsitem. En dan zie ik jullie heel snel weer bij een nieuwe video. Doei doeg!